Lekker genieten. Ik ben Mark en we vragen weer met Hatsen van Rivier. Volgende week ben ik hier geëindigd. En ja, we zijn nu behoorlijk hard bezig om in Afrika de oorlog te verbeteren in ieder geval. En ik kwam er net achter dat ik opeens 1,5 miljoen aan troepen heb. Dus dat is op zich behoorlijk goed. Vind ik in ieder geval. Dus dat betekent dat we ook wat meer kunnen trainen. Even kijken, waar staan jullie? Jullie staan... Ja, oké. Oké, dan kunnen deze twee, die kunnen dan... Ja, die moeten dan bij elkaar. En jullie staan hier allemaal. We houden deze bij. Ik heb geen flauw idee. Volgens mij in Australisch gebied. Oh nee, die zijn bij de Sovjet-Unie bezig. Oké. Okay. Ja, lijkt me wel prima. Ik heb in ieder geval ook nog tanks die ik bij toe kan voegen. Dus ik ga even heavy tanks bij je regelen. Zo dus. In ieder geval, ik hoop maar dat de Sovjet-Unie verliest. Gaan we wel hard nodig hebben. Oké, deze hele linie die moet even echt helemaal anders. Oké, dan moeten we ongeveer 1/4 ervan. Die zetten we mooi hier neer. Die gaan op een offensief richting Zuid-Afrika heen. De rest van de troepen. Die wil ik uiterst hier hebben. Oké, dan gaan we ook gewoon weer even normale divisies trainen. Dat moeten we ook wel nodig hebben. Komt een pact. Oké, gewoon agressief gaan doen. Want hoe eerder ik de oorlog hier voorbij heb, hoe makkelijker het wordt om voor mij de oorlog in Europa te versterken. Oh, kut. Hoe dan? Eerst hebben we even weghalen. We mogen geen nevelprobleem meer hebben. Oké. Te zien. Ja, laten we gewoon die doen. The Greater Dutch Empire. Mooi.
betere tanks. Nice. Tanks. Oké, dat is wel een hele slechte pit gehad. Deze vatlinie hebben we waarschijnlijk helemaal niet meer nodig. Alleen een nevel dingen moeten hebben. Okay, laten we hem maar even encirclen. Dat is ons wat hier gebeurt. Of toch niet? Even zien. Oh ja, dan zijn ze ook zo'n divisies. Aha. Oh, kut. Zo, dan hebben we daar ook nog een beetje superiority. Eigenlijk moeten we die eventjes richting. Nee, gewoon in Holland. Nice. Oké, nee, we gaan niet onze kolonie er in de oorlog te voegen. Lijkt me geen goed idee. Nice, die hebben ze ook kapot. Die is wel kapot. Oké, jullie mogen hem gewoon agressief gaan doen.
chat. Nou, dan word ik helemaal gek van. We beginnen hier in ieder geval weer een beetje gebied te krijgen. Dat is wel fijn. Oké, laatste een beetje artillery. Eigenlijk ook wel een beetje van de anti-tank kunst gaan. Dat is niet goed, niet. Nee, niet helemaal daar naartoe zoomen. Hè. Ik moet hiervoor hebben. En het is maar één troepje, hè? Van rage. Het enige wat we hoeven te doen is een cirkelen en that's it. Hoe meer troepen we daar hebben, hoe beter het is voor ons. Oké, nu zien we ook een beetje dat we gaan omcirkelen. Dat is mooi. Waar zijn dan die troepen van Zuid-Afrika in? Geen idee, ik weet het niet. Maakt het uit? Nee, want als ik win, dat is altijd wel fijn. Vooral nu. De troepen erin rijden wel lekker snel, dus dat scheelt. Het is gewoon heel tijd een beetje uit. En dit is ook fijn. Dat zijn in ieder geval nu een beetje binnen. Het zou ook fijn zijn als Spanje gaat helpen, maar ik weet niet wat het helemaal aan het doen is. Oké, deze die moet even echt eerst. Omdat Den Helder nog best wel een goede plaats is, ook omdat het natuurlijk wel heel hard is met superiority en alles. En als ze daar beter een basis te krijgen, ja, dat is dan
Heel grote. Daar kan ik maar beter even nog wat meer. Ja. Even wat van die koloniale garnizoenen of zo erbij plempen. Want we hebben in ieder geval nog air superiority, dus dat is wel fijn. Nevel niet helemaal, alleen hier. Oké, die worden allemaal getraind. Top. Doe ik nog 10 daarvan. We kunnen in ieder geval daar niks meer zeggen. Ja, ze hebben daar ook al een nevelplekje. Vind ik het wel dat jullie even agressief mogen gaan doen hoor. Want daar hebben we maar één front om over te hoeven vechten. Nu moeten we er nog via. Ja, eigenlijk 3. Zo, meer erbij. Oké, we gaan mee. Dat is knap hoe Duitsland dit doet. Richting de Sovjet-Unie. Meer van Polen weg is, hoe beter het is. Vier per jaar, dat is niet echt veel. Niet echt blij van. Oké, nu ga ik een beetje met mijn construction een beetje researchen. Dat het ook wat sneller gaat. Jij gaat daarheen. Jij gaat daarheen. Jij gaat allemaal daarheen. Kijk maar, nu gaat het wel goed hier, Zuid-Afrika. Ze mag geen beachhead krijgen, want dan hebben we een beetje een groot probleem. Oké, hier is ook al alles een beetje zo goed als research. De tanks komen eraan. Oh ja, hier kunnen we nog even meer manpower voor regelen. Lijkt ook wel even verstandig. Sorry, maar dat gaan we even nog niet doen. Misschien toch nog maar eventjes 10 van deze. Oké. Jullie gaan even hierbij helpen. Dat gaan ze nog wel even nodig hebben, denk ik. Maak ze kapot. Maak ze kapot. Top. Dat moet er dan echt gewoon instant op zijn.
Pak maar even de Nuvel Beans. Dan hebben we weer even wat troepen omcirkeld. Zo ja. Zeg maar eerst even doden. Hoe water het eigenlijk ook klinkt als je dat zo uit je mond hoort. Ja, even die persoon doden. Totaal geen agressiviteit of zo. En dan laten we een beetje hun hoofdstad een beetje open liggen. Ja, dat is ook handig. Nou, ik plant er weer even wat troepjes bij. Ja, wat meer artillerie kunnen we wel gebruiken, denk ik. Nou, zo te zien hebben we veel minder nodig, dat is fijn. Tegen de Sovjet-Unie gaat het ook wel redelijk. Oké, Italië heeft in ieder geval bijna heel Ethiopië wel weer terug. Plus het Somalië-gebied. Dus in dit gebied gaat het wel goed, dat is fijn. Fijn om te weten. En dan zit ik in Afrika ook, dus dat scheelt. Jij moet eigenlijk gewoon pronto naar Kaapstad. Om daar de boel te kapen. Pats. Oké, wat meer toetsen. Dat hebben ze al onder controle, gelukkig. Net zoals als ik dit een beetje onder controle heb. Een beetje als de zaak. Ik moet wel constant blijven kijken, want anders weet ik het wel weer. Dat gaat helemaal fout. Gaat fout. .nl. Zuid-Afrika, dat valt ook wel. Valt langzaam en zeker. Hier hebben we ook heel wat troepen staan. Mooi. Daar kunnen we hier ook even helemaal heen. Oké, deze troepen die maak ik even als een andere divisie. Dan hoeven jullie hier niet meer op te focussen. Dat betekent dus ook niet meer daarvoor. Focus ik jullie hier gewoon een beetje op om richting Libië toe te gaan. Want dat scheelt al toch weer heel erg. Heel wat. Ja. Ik maak op zich wel weer nieuwe fronten, maar dat is natuurlijk wel logisch. Een oud front krijg je weer een nieuw front. Is dat logisch? Misschien. Troepen regelen. Ja, de troepen heb ik sowieso nog wel nodig. Ja, oké, die zit echt helemaal ontzettend. Dit gebied is ook helemaal van ons. Hier word ik niet helemaal blij van. Zo, hoppakee, weg ermee.
Oké, deze troepen die zijn daar in ieder geval ook weer helemaal veilig. En dan krijgt Italië ook weer lekker land. Mooi, mooi, mooi. Gaat goed. Ik moet alleen wel proberen om de troepen een beetje het probleem op te lossen. Oh. Het is wel fijn dat Duitsland even een beetje helpt. Met één troepje, nou. Het ene troepje, dat doet het hem wel. Dat scheelt. Kijk, hoe ver is Zuid-Afrika? Ja, 77%. Oké, die is ook wel dood. Duidelijk. Zuid-Afrika kapot gaat, hoe beter het is. Dan hebben we hier in ieder geval dit front echt helemaal compleet. Dan moeten we eigenlijk alleen nog een beetje focussen hierop in Noord-Afrika. En dan kunnen we de Russen gaan aanvallen. Want het is ook wel fijn dat ze niet al hun troepen in Afrika focussen, zodat het voor mij weer heel makkelijk wordt. En dat kan heel erg makkelijk zijn. Cirkelen die boel. Oh, Afrika die. Of Afrika zelf, nee. Italië die helpt nu ook al mee. Dat is fijn. In de Benelux. Choppy-joppy saus. Oké, ja, Afrika die is sowieso kapot. Dat is overduidelijk. Een hulp. Oké, ja, dat is heel dom. Heel erg dom wat ze nu doen. Als ik nu in Kaapstad kan komen, nou, dan is het over. Nou, Cairo, die is ook gevallen dankzij mij. Hehehe. Oh, het gaat goed. Ik ga jou even versjes maken. Plam en plamp, plump, wolf. 104 divisies. Ik denk niet meer dat ik het daarvoor meer nodig heb. Ah, ik weet niet. Je weet het nooit. Kut zijn als Portugal die mee gaat bemoeien. Lekker, lekker. Blijven we maar proberen. Dat op een plaats waar nu al dus best wel goede fortlinie is.
En ik zei dat dit zo goed ging. Nou, volgens mij niet. Die hebben we als. Wacht, wat? Oh ja. Nou, jullie mogen helemaal, als jullie zin hebben, daar naartoe. Hier zijn in ieder geval ook nog wat troepen. Dat is ook wel fijn. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, en dan zie ik de volgende keer weer. Later.